Ho, 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 modder. Vandaag deel 1 van ons drie gangen kerstmenu. Jawel, en dat gaan wij doen met de Le Maître. Ga lekkere kokkies grillen met rozemarijnboter, gekarameliseerde witlof en appel. En dan gaan we roken aan tafel. De Le Maître, een hartstikke mooie alleskunner. Het is een kooktoestelletje, zo moet je het eigenlijk zien. En tevens een haardje. Er zit een mooie glazen deurtje voor. Dus s'avonds is het geweldig, een mooi vuurtje maken na het koken. Ga ik straks ook doen. Je kunt hier roken, je kunt hier low and slow. Je kunt hier gewoon indirect in garen als een oven. Je kunt hier grillen. Er zijn accessoires bij te krijgen voor teppanyaki, spiesjes. De hele flikkerse bende. Helemaal geweldig. Ik ga hem aansteken, want ik ga mijn kokkies dadelijk mooi grillen. Met een klein beetje rozemarijn smaak. En ik wil straks even mijn witlofjes mooi karamelliseren in een skillet. Hier, allemaal lades. Je kunt dus alle plateaus kun je verstellen waar je maar wil. Dit bijvoorbeeld is de houtskool tray. Dus hier doe je je houtskool in. Of gewoon je hout natuurlijk. En omdat ik wil gaan beginnen met grillen, zet ik hem even een stukje hoger. Op deze stand, hier gaat dus zometeen mijn houtskool in. En dit is eigenlijk mijn asbak. Ik ga nu direct grillen, dus hier komt zometeen mijn rooster. Maar je zou ook indirect kunnen grillen. Dan zet je die hele vuurschaal zet je hier onderin, asbakje daaronder. En dan hebben we hier bijvoorbeeld weer. Dit is eigenlijk een soort van pleetzetter om indirect te kunnen gaan garen. Dus je ventilatiegaten beneden en hier halverwege. En die bepalen dus hoeveel zuurstof ik erheen jaag. Maar ook hoeveel hitte dus. En hoeveel rook. En ook hierbij is het zaak dat we niet het hele kolenrooster volgooien met kooltjes. Want dan hebben we weer één hitte, namelijk vul te hete hitte. We willen natuurlijk ook weer een beetje kunnen spelen met onze hittezones. Ik heb hem aangestoken met 3 aanmaakblokjes. Na ongeveer een kwartiertje kunnen we beginnen met grillen. Dus het onderste compartiment ga ik bij deze bereiding niet gebruiken. Dus die kan dicht. En eigenlijk kan dit gedeelte ook alvast dicht. Want ik ga hem vandaag inzetten puur als grill. Kokkies, natuurlijk iets fantastisch voor kerst. Als je verse kokkies kunt krijgen, dan is dat wel een idee hoor. Is wel een aanrader. Die zitten in die schelpen. En die schelpen, de Saint-Jacques, kokkies Saint-Jacques, dat zijn eigenlijk die vormschelpen die eigenlijk op ons op dat tankstation lijken, weet je wel? De Shell. Dat zijn kokkies. Nou, die kun je openmaken. Doe dat dan met een mes, met een boterhammes bijvoorbeeld. Of met zoiets als dit. Gewoon ertussen steken. Aan de platte kant zo langs die vis snijden als het ware. Dan laat die los. En dan kun je hem er gewoon uitwippen met een lepeltje. Heel erg makkelijk. Ik heb hier een paar van die verse gekregen. Van mijn vrienden van Meatfish. En je ziet ook aan elke kokkie zie je altijd nog een heel klein stukje wit zitten. Zie je, dit is een deel van dat sluitspiertje. Dat kun je er gewoon aftrekken. Zie je dat? Je kunt het ook gewoon eten. Maar dat is net even een klein beetje taaier. Dus ik haal het eraf. Kan gewoon met de vingers. En heb je nou geen zin in al die toestanden met het openmaken van verse kokkies? Dan kun je van die busjes krijgen. Van deze. Dit zijn van die emmertjes en volgens mij zit er tussen de 30 en de 40 van die kokkies in. Je hebt trouwens ook halve busjes tegenwoordig, dus dat is ook een idee. Alleen, ze hebben een hele kleine behandeling gehad, zodat ze iets langer houdbaar zijn. Dus als je echt voor het pure product wil gaan, dan moet je verse nemen. Ik dacht zelf zo'n 3 per persoon straks te doen voor het 3 gangen minuutje. Als jij zegt, ik doe er 5 per persoon of 4, lekker boeien. Wat gaat nou heel erg mooi bij kokkies? Rozemarijn. Dus ik zat te denken, ik ga een rozemarijnbotertje maken. We pakken daarvoor wat roomboter. Dit is ongeveer 75 gram boter. En eventjes wat verse rozemarijn. En die ga ik even snel plukken. Hartstikke mooie verse rozemarijn. Er zitten ook mooi die rozemarijnbloempjes nog aan. Goed, ik wil mijn botertje smelten. Dus dan heb ik toch even een pannetje nodig. Ik leg het rooster er vast op. Trouwens, je kunt ook met het rooster naar beneden als dat nodig is eventueel. Mijn kolen zijn nog lang niet heet, maar heet genoeg om mijn boter lekker langzaam te gaan smelten. Dus hier gaat mijn boter alvast in. En een zo mooi jonge rozemarijn, dus dat gaat heel makkelijk. Heel mooi lichte takjes zijn dit. Kijk, met bloesem. Leuk hè? Bewaar ik. En dan wil ik die even goed klein hakken. Het irritante van rozemarijn is, als je dat tussen je tanden krijgt, is net alsof je een tandenstoker mee
naar binnen. Hè. Dus ik wil dat mooi in hele kleine stukjes snijden. En die boter die maakt dat voor de rest mooi zacht. En als de boter begint te smelten, dan kan de rozemarijn erbij. Ja, ik heb het steeds over mise en place. In veel van mijn video's. Mise en place betekent eigenlijk gewoon niks anders dan het klaarzetten. Het voorbereiden van een hele hoop zaken. Het enige wat je straks moet doen, is die coquilles. Die moeten als allerlaatste gewoon afgemaakt worden. Dus dat is alle minuut. En voor de rest kan alles voorbereid worden. Ook het karamelliseren van de witlof. Want zelfs die gekarameliseerde witlof is koud. Lauwwarm of koud is die zelfs super. Super lekker. Over voorbereiden gesproken, ik heb hier ook rozemarijn liggen. Die heb ik even gedroogd tussen twee stukjes keukenrol, plat, in de magnetron. Als je dus nog een magnetron hebt thuis, dan moet je dat een minuutje of drie op de hoogste stand even zetten. Op die manier droog je die takjes, maar die geur die je in de keuken optreedt door het drogen van die rozemarijn is helemaal geweldig. Dus dikke tip. Ja, die boter is bijna gesmolten. Ik doe daar nog eventjes wat fleur de sel bij. Een goede pinch, echt een goede pinch mag daarbij. En meteen eventjes een klein beetje zwarte peper. De boter is mooi gesmolten. We pakken onze coquilles, bestrijken met dit lekkers. Wat er nou gaat gebeuren, de komende paar minuten, die boter die stolt weer. En die zit dan mooi als een laagje over jouw coquilles heen. Nogmaals, mise en place. Dus dit leg je daar gewoon in de koeling als je wil. En tegen die tijd dat hij op de grill gaat, bam, smelt dat weer. Hoef je niks in te olieën en alleen maar smaak. Als je je afvraagt waarom leg je dat ding nou niet in een pannetje, Ralf. Is toch veel makkelijker. Het pannetje is bokkenheet. Ik wil die dingen nog niet gaan garen. Bam, rozemarijnbotertje. De volgende stap. Men nemen nappel. Een lekkere nappel. En daar snijden we even dunne plakjes van. Ik wil de schil erom laten. Dat is namelijk zeer mooi om te zien straks. En dan gaat daar wat citroensap overheen. En dat moet je meteen doen, want anders dan gaat die roesten. De appel. Zo, een half citroentje moet voldoende zijn. Witlofjes gaan door de midden. Nu pak ik de buitenste bladeren eraf. Is namelijk leuk straks voor mijn presentatie en toch nog een klein beetje dat bittere van die witlof terug laten komen. Ik verdeel mijn kooltjes een klein beetje dat ik mooie hittezones kan creëren. En de witlof die wil ik even een klein beetje zoeter maken. Een beetje laten zweten met poedersuiker. Ik maak intussen een skillet warm. Een druppeltje olijfolie erin. Zo, je ziet hier wat ik bedoel met dat zweten, zie je dat? Onttrekt gewoon een klein beetje vocht eruit, maar neemt meteen die bitterness mee naar buiten. Werkt als een dolle. Daar gaan we. Maar we gaan verder met de mise en place. Ik heb hier hele mooie plakjes met Spaans serrano ham. Niet flinter dun gesneden, maar heel erg mooi. Je kunt dit om de coquille wikkelen als je dat wil. Maar ik ga ze eventjes grillen, lekker uitbakken. En dan gaan ze, als ik ze dan af laat koelen, dan worden ze mooi hard. En dan breek ik ze dadelijk mooi in stukjes die ik dan zo tussen mijn gerechtje inzet. Ik draai mijn witlofjes vast een keer en kijk eens hoe mooi goudbruin ze zijn. Die ham die is nu dus nog zacht, terwijl die net van de grill komt. Maar zodra die afkoelt, wordt die dus knapperig. Dus zorg dat je niet te lang die dingen uitbakt, anders heb je helemaal niks meer over. Dan gaat als laatste nog een klein beetje zeezout overheen. Fleur de sel en dan kan dit eraf. Dit blijft nog een tijdje heet. Kun je gewoon aan de kant zetten. Je kunt het warm houden. Als je dus binnen een half uurtje gaat eten, hou dit gewoon warm. Doe je er een dekseltje op. Stoof je nog een beetje gaar. En anders zet je dit gewoon aan de kant. En dit kun je nogmaals gewoon koud serveren. Is super, super lekker. Echt waar. Ik heb de mogelijkheid om hem warm te houden. Let op. Hoppakee. Voordat we de coquilles gaan grillen, wijntje erbij halen, natuurlijk weer van Wijnhuis Bodde. Dit keer hebben we een Broquel Torontés. Torontés is een druif uit Argentinië, althans deze komt uit Argentinië. En die past perfect bij zeevruchten. Die kun je bestellen, hieronder in de beschrijving zet ik de link naar Wijnhuis Bodde. Kun je een mooie combinatie maken van alle wijnen hier gebruikt voor het kerstmenu. Ik ga mij klaarmaken voor het grillen.
van de kokkies. En je ziet hier heel goed dat al die boter gestold is. Zie je dat? Je ziet, er zit echt gewoon een mooi filmend laagje over die kokkies heen van die boter. Voor dat grillen wil ik nog een kleine toets toevoegen. Gewoon rozemarijn, vers rozemarijn, in je kooltjes. Op het moment dat die kooltjes raken, als in 5 tellen geleden nu, meteen bam, die rozemarijngeur die komt hier mijn neus in. Zo ontzettend lekker. En we gaan ze grillen. Dat geeft mij de gelegenheid om snel het bordje vast op te maken. Oké, we pakken een mooi stronkje witlof. En die snijden we mooi klein. Ik heb hier een schaaltje. Het kan bijna niet lulliger. Kijk, een mooi onderzettertje van een glas thee. Ik pak daar mijn appeltjes. Bedje van appeltjes. Blaadjes van de witlof. En dan gaat die mooie goudbruin gekarameliseerde witlof in dat blaadje. En dan kun jij als je wil zo uit het vuistje zo dat ding naar binnen drukken. Dit is alvast klaar. Als je een kokkie in de pan grilt, dan heeft hij ongeveer 3-4 minuutjes nodig. Dan is hij helemaal aan het karamelliseren aan de onderkant. Dan zie je al zo'n goudbruin stukje. Op een grill, op een barbecue, moet een kokkie nou eenmaal iets langer. Dus alles bij elkaar ongeveer 7-8 minuutjes. Dit is hier bokken heet boven dat ding. Zo. Ik had nog die mooie bloempjes van die rozemarijn. Als je die thuis hebt, dan is dit het moment om ze ertussen te frotten. Dus dit is bordje nummer 1. Mooi klein bordje. Nou, even wat van de gedroogde serrano ham. Een kokkie mag nog mooi glazig zijn natuurlijk. Hè. Je kunt ze zelfs rauw eten als je dat lekker vindt. Mijn leftover rozemarijnboter snel weer eventjes een tikje geven. En ik heb hier een beetje zeekraal. Zeekraal was vroeger alleen maar in de groothandels te koop. Nu zelfs in elke supermarkt. Dit hoeft letterlijk maar 30 tellen. Goed, ik zei we gaan straks die kokkies aan tafel roken. Let op, ik ga het hier eventjes op een snijplankje doen. Jullie gaan het aan tafel doen. Let op, daar gaan we. Probeer een cocktailglas aan te komen. We vullen dat cocktailglas met wat van die heerlijke zeekraal. Nu gaan mijn lekkere gegrilde kokkies erbij. Zoals gezegd, ik doe er 3. Jullie zien maar hoeveel je erin doet. Weet je nog dat ik het had over mijn gedroogde rozemarijntjes? Steken we in de hands. Op finaal in de fik. Korte metten met onze rozemarijn. Bam. Bam. Serveren. Naar tafel. Dit is het. Dit zet je bij je gasten voor de neus. Als voorgerecht. Vond je dit nou een leuke video? Graag die duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, maar denk je van hey, wel de moeite waard. Heel graag eventjes dat knopje indrukken, belletje aan, al die dingen. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het maken van dit gerecht. Volgende week, deel 2, namelijk het hoofdgerecht. Daarna, deel 3, het dessert. En daarna is het echt kerstmis, dus je hebt tijd genoeg om allerlei dingen in te kopen. Wil je nog een tussengerechtje trouwens? Kijk dan even bij vorig jaar. He? Dat is ook leuk om die eventjes na te kijken. Misschien doe je daar nog wat inspiratie op. Mijn aan tafel gerookte gegrilde kokkies met rozemarijnboter, gekarameliseerde witlof en appel. Maken deze. Cheers! Oh. Oh, wat zacht. Wat lekker. Ik zei toch, ik ga daar ook nog een lekker vuurtje maken. Lekker kacheltje na het eten. Geweldig. Lekker wijntje erbij. Veel mooier wordt het niet. Jingle my bells, ladies and gentlemen. Jingle my bells. Je kunt dat om zo'n kokkie heen wikkelen als dat je wil. Je kunt dat om een kokkie heen wikkelen als je wil dat. Dat zeg ik per ongeluk. Je kunt dat om een kokkie. Nou, dat was per ongeluk. Als je wil dat.